De nooievuil is een territoriale vogel, zodanig dat, ook al is ze maandenlang weg, komt hem in principe terug naar zijn eigendom. Het is zoals een mens die naar zijn buitenverblijf gaat in Marbella, die komt terug, maar daarom gaat hem eigenlijk het huis dat hem in België heeft niet opgeven. Hè. Dus hij komt terug naar wat hem beschouwt als zijn eigendom en daar ontmoet hem in principe ook zijn partner terug. Hè. Het gebeurt soms dat ze beide dezelfde dag toekomen, maar het kan evengoed eerste man zijn of eerste vrouw. En die dan een aantal dagen wacht tot de partner ook toe is. Dus die situatie is, laten we zeggen, min of meer de regel. Vorig jaar zijn er 112 jongen geboren. Dat is het hoogste aantal tot nog toe. En dit jaar zijn er 109 geboren. En momenteel zijn daar zeker meer dan 90 vogels al van vertrokken. Dus ze zijn bijna allemaal weg. Ze vertrekken sowieso omdat het een trekvogel is. En een trekvogel verlaat Europa omdat het voedselaanbod te hard vermindert. En ze hopen dat dus in zuidelijke streken beter te kunnen aantreffen dan hier. Vanaf dat ze uitvlogen rond 20 juli waren de meeste nesten al vliegklaar. En dan stellen we vast dat ze een beetje meer dan andere jaren getreuzeld hebben om op trek te gaan. Waarom? Omdat dag in dag uit de situatie ideaal was om te vertrekken. Terwijl in een slechte zomer heb je een snipperdag met goed weer. En dan merkte dat iedereen daarvan gebruik maakt. Ze zijn hier wel een drietal weken zo een beetje blijven hangen. Er is een kleine kerngroep van vogels die niet op trek gaan. Wat dat betreft nog maar ongeveer 25 stuks. 5 jaar geleden waren dat er nog een stuk of 40, 45 zelfs. Degene die nu blijven, dat zijn heel oude vogels. En die maken nog deel uit van de oervogels die de kolonie eigenlijk gesticht hebben. Als je die belet van een jaar of twee op trek te gaan, verliest die drang. Maar gelukkig geeft hem dan niet door onze nakomelingen, zodanig dat wanneer die jongen van zulke ouders geboren worden, toch wel op een normale manier op trek kunnen.